Hol je ook steeds door huis om opladers uit stopcontacten te trekken? En ben je bang dat sluipverbruik je elektriciteitsrekening opjaagt? En wil je geen elektriciteit verspillen? Rustig aan! Moderne opladers gebruiken namelijk geen stroom als er niks opgeladen wordt. Het sluipverbruik is dan zo goed als nul. Oudere opladers worden warm als ze in het stopcontact blijven zitten. Die gebruiken dan wel stroom. Maar ook dan is het sluipverbruik te verwaarlozen. Je telefoonaccu is sowieso geen stroomslurper. Gemiddeld kost het je 10 kWh per jaar om je telefoon op te laden. En daar betaal je 2,50 euro voor. Hoe laad je je telefoon zo slim en efficiënt mogelijk op? Af en toe even aan de oplader leggen. Werkt voor de batterijen van nu het beste. Laat je telefoon niet helemaal leeglopen, want dat is slecht voor je batterij. Laat hem op zodra die onder de 40% komt. En laat je opgeladen telefoon niet te lang ook aan de oplader zitten. Dan blijft het stopcontact stroom leveren en blijft je telefoon die stroom maar weigeren. De accu blijft dan constant actief. En dat kan de laadcapaciteit van de batterij weer aantasten. Wil je accu snel opladen, zet je telefoon dan op de vliegtuigstand. Alle draadloze verbindingen staan dan uit en daardoor laad je telefoon als een tierenlier. En dat kan flink schelen voordat je de deur uit moet. En zo kun je wel 5 jaar doen met de batterij van een smartphone. Ben je eerder uitgekeken op je toestel, lever hem dan in. Dan worden de onderdelen hergebruikt en krijg je telefoon een tweede leven. Oh,